Wordt u al een beetje herkend op straat? Door sommige mensen wel, nog niet door iedereen. Maar ik ben blij te merken dat veel mensen inmiddels wel weten dat er volgende week donderdag verkiezingen zijn. Hoe belangrijk is het dat echt de persoon op wie gestemd kan worden naar Amstelveen komt? Nou, natuurlijk, uiteindelijk mensen stemmen vooral in eerste instantie op een partij en op de ideeën en daarna pas op een persoon. Alleen zo'n persoon, je ziet het aan bijvoorbeeld Alexander Pechtold, daar word je toch aan herkend. En dus het is wel goed als die mensen gewoon zelf het land ingaan en horen wat er speelt in Nederland. En hoe ze dat mee kunnen nemen naar Brussel. Ik vind het ook wel belangrijk dat je er gewoon bent. Ik moet zeggen dat ik het ook altijd wel gezellig vind om te flyeren, zoals wij dat noemen. We reizen met de grote bus met D66 beeld erop door het hele land. En ik vind dat eigenlijk wel leuk. Maar ja, ook tussen de verkiezingen door ben ik natuurlijk veel op alle plekken in Nederland. Het is een beetje het beeld van de rest in Nederland. Je merkt het ook als je aan het flyeren bent. Een flink deel heeft helaas weinig interesse in wat er speelt in Europa. Een ander deel gelukkig wel en die neemt ook de flyers goed aan. D66 staat op dit moment bovenaan in alle peilingen. Dus het idee dat iedereen zegt Europa is impopulair klopt niet helemaal. Want wij hebben zeer uitgesproken pro-Europees programma. En kennelijk trekt dat toch wel een heleboel mensen aan. En ik denk dat een heleboel mensen eigenlijk aan de ene kant chagrijnig zijn en terecht over hoe Europa vandaag de dag functioneert. Dat delen wij. Hè. Wij vinden ook dat het echt radicaal anders moet. Aan de andere kant weten heel veel mensen ook wel dat onze welvaart, onze vrijheid komt uit Europa. Daarvoor hebben we sterk Europa nodig. En daarom moeten we Europa beter maken. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we kiezen voor een sterk Europa, voor een sterk Nederland. Het gaat twee kanten op. Voor een sterk Nederland hebben we een sterk Europa nodig. Als Europa zwak is, is Nederland ook zwak. Maar ook andersom. Wij moeten als Nederland een sterke positie hebben in Europa. We moeten actief meedoen. Niet alleen maar een beetje in de achterhoede lopen te mopperen en op de rem trappen. Nee, wij moeten volop in de kopgroep meedoen, meebepalen waar het heen gaat met Europa. Dus niet meer mopperen en met rug naar Europa, maar Europa omarmen en meedoen. Ja, natuurlijk. Het is altijd maar een campagneactie met flyers uitdelen. Maar goed, wij vonden het geslaagd. We gaan nog de hele dag door, want er komen nog een heleboel mensen langs. En die gaan we ook allemaal een flyertje geven.